Het bevorderen van gezondheid en welzijn, evenals vergroting van het bewustzijn over een gezonde levensstijl, staat centraal bij het ministerie van Volksgezondheid. In dit kader is het gezondheidseducatiecentrum, de Healthy Hub, geopend aan de Tourtonnelaan. Dit centrum biedt ondersteuning aan mensen die behoefte hebben aan preventie, voorlichting en educatie. De Healthy Hub zal verschillende diensten aanbieden. Volgens minister Amar Ramadan van Volksgezondheid ligt de nadruk op het voorkomen van hart- en vaatziekten, evenals andere niet overdraagbare aandoeningen. Een andere dienst die hier aanwezig is, het gebouw is niet groot, maar we hebben het goed ingericht, is de dermatologische dienst, die eigenlijk vlak hier is, maar we brengen die drempel, we halen die drempel weg, omdat we hier counseling gaan doen van geslachtsziekten, condooms gratis zullen verstrekken en andere zaken die te maken hebben met geslachtsziekten en reproductive health. Dat zal ook hier door ervaren counselors worden toegepast. We zijn ook bezig met een diëtist om hier gratis, en ik zeg het nogmaals, de diensten die in Healthy Hub zullen worden aangeboden, zijn volledig kosteloos. Het betekent dat de samenleving geen cent hoeft te betalen voor adviezen, voor informatie, voor educatie en zelfs voor materiaal. Dus ook een diëtist zijn we nu mee bezig om in de komende maand al te starten met gratis voedingsadviezen voor een ieder. President Chandrika Prasad Santokhi benadrukte dat het doel van de Healthy Hub is om Surinaamse bevolking bewust te maken van een gezonde levensstijl. Hij wees erop dat een ongezonde bevolking het land veel geld kost, omdat een aanzienlijk deel van de overheidsinkomsten naar medische zorg gaat. Als we een duurzame ontwikkeling in het land willen, een van de basisrandvoorwaarden is dat je gezonde mensen moet hebben. Als je geen gezonde mensen hebt, kan je oil en gas hebben, kan je goud hebben, kan je bauxiet hebben. Maar je zal je land niet duurzaam kunnen ontwikkelen. Dan zullen we het moeten doen met expats die hier gaan komen om het werk te doen en met de dollars weer weggaan. Dat gaat de consequentie zijn. Maar de mensen die we allemaal gezond willen hebben, die moeten ook bewust zijn van wat die gezondheid is. En ik heb deze discussie vaker met de minister gehad. Hoeveel mensen weten namelijk wat die healthy lifestyle is? Hoeveel mensen weten welke vitamine in welke producten en welke voeding zit? Hoeveel mensen weten dat? De Healthy Hub is gevestigd op de locatie waar voorheen Libby was gehuisvest. De opening van de Healthy Hub werd gecombineerd met de lancering van de social media pagina van de Healthy Hub. De oprichting van de Healthy Hub werd mede mogelijk gemaakt door financiering van de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank met ondersteuning van PAHO-WAO.